Welkom bij de uitleg van Baasstof 8 en die gaat over successie. Waar gaan we naar kijken? Naar wat successie is. En er horen twee hele belangrijke begrippen bij, namelijk pioniers-ecosysteem en climax-ecosysteem. Dan eerst het begrip successie. Successie is de ontwikkeling van een natuurgebied van een pioniers-ecosysteem naar een climax-ecosysteem. Nou, hoe moet je dat nu zien? De natuur is natuurlijk constant in beweging en je zult op een zeker moment in bepaalde gebieden een heel kaal stuk grond hebben. Dat kan bijvoorbeeld in een duingebied zijn. Dat kan zijn dat op het moment dat er bijvoorbeeld een bosbrand heeft plaatsgevonden, dat je een enorm kaal gebied hebt. Dat kan zijn bijvoorbeeld op een bouwplaats ook. Dus een slopend gebied met allemaal gebouwen erop en dan blijft er uiteindelijk een hoop zand over met wat stenen. Op het moment dat je kijkt naar successie, dan zie je dus dat een gebied zich wel weer gaat ontwikkelen. Op het moment dat je een heel kaal gebied hebt, bijvoorbeeld een zandbodem met een heel weinig voedingsstoffen, nou, dan zul je zien dat het heel lastig is voor in eerste instantie planten om daar te gaan groeien. Wat is het namelijk in zo'n gebied? De abiotische factoren zijn enorm sterk aanwezig. Ik bedoel, er zijn geen planten om wind tegen te houden. Er zitten in zo'n bodem dan vaak ook weinig voedingsstoffen. En die voedingsstoffen hebben planten natuurlijk wel nodig om te kunnen groeien. En de reden dat ik planten zeg is dat vaak in een gebied, op het moment dat het heel kaal is, zie je dat de eerste organismen die daar weer een beetje een kans krijgen om te gaan groeien, zijn vaak de planten. Die planten zorgen er vervolgens weer voor dat er ook bepaalde dieren in een gebied kunnen komen. Dus op het moment dat je kijkt dus naar successie, dan kijk je dus naar die ontwikkeling van zo'n gebied. En dat begint dan met een hele voedselarme, kale bodem. De eerste soorten die op zo'n kale bodem gaan groeien, dat noem je pioniersoorten, oftewel er ontstaat op dat moment een pioniers-ecosysteem. En dat zie je bijvoorbeeld deze afbeelding. Je ziet hier het strand. Nou, dat strand, daar zit dus in dat zand zitten weinig voedingsstoffen. Abiotische factoren zijn heel nadrukkelijk aanwezig. Dan zul je zien dat er toch bepaalde soorten, in de meeste gevallen planten zijn, kleine mosjes, die toch wel in dat gebied kunnen overleven en zullen dus in zo'n gebied gaan groeien. Dat zijn pioniersoorten en dan ontstaat er dus een pioniers-ecosysteem. Nou, een voorbeeld hier is dus helmgras, maar er zijn natuurlijk veel meer soorten. Er zijn natuurlijk veel meer pioniersoorten. Doordat er op dat moment gras begint te groeien, wordt het zand een beetje vastgehouden. Zul je zien dat er ook een hele dunne humuslaag ontstaat. Een humuslaag is een laagje met organisch materiaal op de bodem. Dus die planten die daar beginnen te groeien zorgen ervoor dat de omstandigheden beter worden voor andere soorten. Vervolgens zie je dus dat zo'n gebied, als je hier naar achter kijkt in dit gebied, dat er wat gras en wat struikjes gaan groeien. Die kunnen daar groeien omdat die pioniersoorten daar een klimaat hebben gecreëerd waar dus ook dat ook geschikt wordt voor andere planten. Nou, wacht je nog veel langer, dan zie je in dit geval dat er zich een naaldbos heeft ontwikkeld. En die bomen konden pas groeien op het moment dat er natuurlijk wat struiken, wat planten waren, dat de omstandigheden wat gunstiger werden. En zo zie je dus dat een zandbodem zich in principe kan ontwikkelen helemaal tot aan een bos. Dat zie je bijvoorbeeld ook op een bouwplaats, wat ik net al zei, op mensen dat helemaal kaal hebben gemaakt en ze beginnen niet meteen met bouwen, dan zie je op een gegeven moment dat er op die zandvlakte dan wat kleine grasjes beginnen te groeien. Langzaamaan zul je zien dat wat struikjes. En op het moment dat je er dus heel lang niks aan doet, zullen er steeds grotere struiken, bomen komen. Dat zal volgens ook weer dieren aantrekken die beschutting zoeken in die bomen. Zo zie je dat dus een gebied zich ontwikkelt. En nou ja, het kan zomaar zijn dat er een keer een storm over dit gebied heen gaat en dan heel veel van die bomen omwaait. Waardoor je dus weer een soort van teruggaat in die ontwikkeling, of zelfs nou ja, als het bijvoorbeeld helemaal kaal gebrand wordt, of het is een overstroming, weet ik wat. Het kan dus zodanig iets zijn dat het echt helemaal kaal geslagen wordt weer. Nou, dan kom je dus weer terug in dat pioniers-ecosysteem uiteindelijk op het moment dat er weer wat grasjes en dingen gaan groeien. Dus successie is die ontwikkeling van een natuurgebied en tot uiteindelijk een climax-ecosysteem. Maar het betekent niet dat als je eenmaal in een climax-ecosysteem aangekomen bent, dat het daarvoor altijd blijft. Nee, de natuur is natuurlijk altijd in beweging. Als je ze even tegen elkaar uitzet, ja, dus het pioniers-ecosysteem, dat is het eerste ecosysteem die op een onbegroeid terrein ontstaat. Wat is er dan aan de hand in zo'n pioniers-ecosysteem? Je hebt sterk wisselende abiotische factoren, voedselarme bodem, soortenarm en een eenvoudig voedselweb. Op het moment dat zo'n gebied zich helemaal heeft ontwikkeld tot een climax-ecosysteem, dan zie je dat de abiotische factoren redelijk constant zijn. Er zit relatief veel voedsel in de bodem. Het is soortenrijk en daardoor dus een ingewikkeld voedselweb. Dit was de uitleg van Baasstof 8 en dan is hier nog de samenvatting.